Ja, dames en heren, dit is Spotlight, de wekelijkse rubriek op Kleurnet over politieke ontwikkelingen en sociale bewegingen. Elke zaterdag om 16 uur en dan om de 3 uur een herhaling. Ik zeg elke week, en dat is tot nog toe het geval geweest, maar dit is dus de laatste week. Dus ik zou zeggen, kijk goed. We hebben deze keer 3 onderwerpen zoals gewoonlijk, maar deze 3 onderwerpen gaan allemaal enigszins over de geschiedenis. We beginnen met de roof van cultuurschatten in derde wereldlanden, wat in feite ook een soort roof is van de bewijzen van de beschaving, de geschiedenis van de beschaving in die landen. Dan gaan we het hebben over de geschiedenis van de gewone man en vrouw in Nederland door de Stichting Tijdgeest. En we eindigen met de geschiedenis van het naoorlogs Indonesië, waarna dus de decolonisatie honderdduizenden Nederlanders en Indische Nederlanders naar Nederland trokken en hoe is het hen vergaan. Ja, we beginnen met het eerste onderwerp, de rol van cultuurschatten uit de derde wereld. Elk land die heeft zijn cultureel erfgoed. Beeldhouwwerk, schilderijen, maskers, religieuze voorwerpen. En alle bewoners van elk land zijn altijd trots op deze bewijzen van hun beschaving. In derde wereldlanden worden deze cultuurschatten echter in toenemende mate geroofd. Het zij via grafschennis, illegale opgravingen of zomaar dat het uit een museum ontvreemd wordt. Derde wereldactivist en journalist Jos van Beuren die zet zich daarvoor in, althans de strijd tegen deze illegale roof en handel. Hij voegde alle feiten bij elkaar en schreef een boek, Goden, Graven en Grenzen. En hij is hier in de studio. Dag Jos. Dag Hans. Zeg, in toenemende mate schrijf je in dat boek, want je schrijft er ook in, het is altijd wel een beetje geweest. Zolang als je teruggaat in de geschiedenis, was er altijd wel eens iemand die een beeld meenam. Maar het is in toenemende, zelfs massale mate. Hoe erg is het eigenlijk? Nou, het is dramatisch. Ik zou zo een tour rond de wereld kunnen maken om te vertellen hoe erg het is. Als we gewoon naar Oost-Europa kijken, sinds de val van de muur. Daar zijn we op zich allemaal heel blij mee. Maar dat heeft geleid tot een grote instabiliteit. Mm-hmm. En het is juist in instabiele landen dat er altijd heel veel cultureel erfgoed verdwijnt. Tsjechië, Bulgarije, Roemenië, noem maar op. Heel veel kunstschatten uit kerken met name zijn daar verdwenen. Als je dan doorgaat naar Azië, Afghanistan, Nepal, Tibet, Cambodja, Thailand, Indonesië, arme landen met vaak instabiele regimes, ook veel corruptie ook, daar verdwijnt ook heel veel. Ga je door naar Zuid-Amerika, Peru, Bolivia, Guatemala is een heel ernstig geval, Mexico ook. Daar verdwijnen duizenden kunstschatten, duizenden objecten die behoren tot het cultureel erfgoed. En je kan zeggen dat de top wordt de laatste jaren gevormd door Afrika, door landen in West-Afrika met name, Mali, Nigeria, maar ook in Ethiopië en Zuidelijk Afrika en dergelijke. Er is een gigantische toename in het verdwijnen van die kunstschatten. Dan vind jij dat natuurlijk erg. En met jou zijn er meerdere mensen die dat erg vinden. Maar je beschrijft ook in jouw boek dat die illegale opgravingen en die grafschendingen ook wel gedaan worden door mensen die de straat en straatarm zijn. Die dus alleen maar de keuze hebben of dat illegale doen of verhongeren. Nou weet je ook wel de oude kreet van Bertolt Brecht. Eerst komt dat fressen en dan komt die moraal. Ik kan me dat eigenlijk heel goed voorstellen. Ja, laten we zeggen, die hele kunstroof is een typisch Noord-Zuid-probleem. Iemand die daar arm is, die gaat alleen maar graven, omdat hij weet, via middelmen en antiquaires in de hoofdstad en internationale contacten, dat hier iemand zo gek is om daar een heel groot bedrag voor neer te leggen. Ja. Dus dat is gewoon zo. En je ziet bijvoorbeeld, eerst komt als fresse dan die moraal, dat in Mali, wat een land is met een enorme rijke geschiedenis, er waren grote koninkrijken in periodes dat er in Europa nog nauwelijks was. Ja. En daar ligt dus ook heel veel archeologisch materiaal, prachtige beelden en potten en dergelijke onder de grond. Je ziet ook dat in Mali is, toen de Saheldroogte daar heerste, dat was zo begin jaren 70, toen waren er heel veel boeren, die hadden geen alternatief. Die konden niks meer verbouwen, die hadden geen eten. En die gingen dus inderdaad graven. Maar waarom was dat? Dat was alleen maar omdat er in de steden, in Mopti, in Djenne en zo, tussenhandelaren waren. En die zeiden, doe dat nou, want wij weten wel een prijsje te bedingen. En zo'n boer die dat deed, die kreeg dan bijvoorbeeld, had hij een mooi beeld gevonden, kreeg hij een half kilo rijst en een blikje cola. Ja, ja. Dus hij ging er niet dood van. Erg rijk werd hij er ook niet van, want dat gebeurt pas veel later in de schakel. Hele strijd tegen die illegale handel, hè? Want hier leg je hier het accent, hè? Al die galerieën en de musea die dat verkeer doen. Ja, eigenlijk zou je veel beter je met ontwikkelingssamenwerking bezig kunnen houden en allerlei projecten bevorderen dat die daar komen bij die boeren die dus anders beelden gaan stelen, maar die dus nu via ontwikkelingssamenwerking of wat dan ook
Ja, nou ja, het opheffen van de ongelijkheid in de wereld, dat maakt natuurlijk de kans voor kunstroven zo kleiner. Dat is volstrekt duidelijk. Ja. Alleen het opheffen van die ongelijkheid, dat... Maar je zou zeggen, van als je daarop wacht tot die ongelijkheid eindelijk opgeheven is, dan is in alle kunst ook weg ook. Dat is ook zo. En aan de andere kant zie je ook, bijvoorbeeld heb ik ook in Mali gezien, maar ook bijvoorbeeld in Ethiopië. In Ethiopië was op een gegeven moment het prachtigste, het mooiste kruis wat de Ethiopische Koptische kerk bezit, dat was verdwenen. Dat was uiteindelijk in België terechtgekomen. Ja. Dat beschrijf ik ook in het boek. Ja, ja. En iedereen leed daaronder. Dus ook de armste boeren die ik daarover sprak in Wollo, op die hoge bergen. Mm-hmm. Toen ik daar onderzoek deed, die zeiden van, dit mag niet. Dit is van ons. Dit moet gewoon hier blijven. Want dit is onze ziel. Ja. En eerst komt dat stressen en dan die moraal. Dat gaat niet altijd op. Ik kan me voorstellen bij nationale symbolen waarvan iedereen weet heeft zo'n bepaald kruis. Ja, maar ook als je bijvoorbeeld zeg maar op een kilometer afstand van je dorp, daar ligt een oude grafheuvel en daar liggen je voorouders begraven. Ja. Die mensen gaan dat niet verkopen. Nee, kijk, ik weet wel dat wij in de Tweede Wereldoorlog, dan zeiden we wel van, als je honger hebt mag je een brood jatten van de Duitsers. Ja, ja. Dat weet ik wel dat mijn ouders dat vertelden. Ja. Maar Muske zegt dat je nu ook nog een brood mag jatten. Mag nu ook nog, zelfs nu de Duitsers al lang weg zijn. Al lang weg zijn, maar goed. Maar ik herinner me die uitspraak uit de oorlog dan. Ja. En dat heb je dus in die landen ook wel, op dat puur materiële gebied. Maar met die bijzondere voorwerpen, die gewoon symbool staan voor hun verleden, daar meten ze toch anders mee. Ja, ja. Nou, ik ben benieuwd. Eventjes een zijweg. Zo laat ik zeggen, in de hongerwinter in Amsterdam, als toen, laat ik zeggen, de bezetter besloten had, wij geven de Amsterdamse bevolking volop voedsel, maar dat doen we door het verkopen van die Rembrandt. Ik vraag me af of al die hongerige Amsterdammers dan gezegd hadden, nee, wij willen Rembrandt houden. Ja. Ik weet het niet. De nachtwacht dan, hè? De nachtwacht, ja. Ja, die hadden we dan verkocht. Maar ik denk dat ook heel veel mensen woedend waren geweest. Ja, maar wel... Wel bikken. Ja, nee, maar dat is het dilemma waar je natuurlijk mee zit. Een ander dilemma, wat ik ook in je boek opmerkte, was dat je schrijft van... kijk, de eerste mensen die naar de derde wereld gegaan zijn missionarissen, zendelingen, maar ook bestuursambtenaren. Die hadden eigenlijk een verachting voor die cultuur daar. En dat uiten ze ook door een heleboel van die beelden te vernietigen, gewoon in elkaar te stampen. Hè? Met name dus de christelijke zendelingen en de missionarissen, want dat was iets heidens. Maar ze waren evengoed toch wel niet zo gek dat ze de prachtigste beelden meenamen naar Europa. Ja. Hoe verklaar je dat de ene kant die verachting en de andere kant de bewondering? Nou, het is een heel dubbele moraal natuurlijk. Van officieel vanuit hun geloof waren dat heidense beelden. En zij kwamen het christendom brengen en dat christendom moest verspreid worden. En die heidense beelden waren daar een belemmering voor. Dus dat moest worden verbrand. En tegelijkertijd hadden ze in zichzelf ook nog iets van... maar eigenlijk zijn ze heel mooi. Ja, en zijn we er ook wel van onder de indruk. En misschien hebben ze ook de magie er wel van gevoeld. Ja, sluit ik helemaal niet uit. En dus het is eigenlijk een heel... eigenlijk gebeurt het nu nog. Hè, want in Afghanistan is het natuurlijk hetzelfde gebeurd wat die missionarissen deden. Laten we zeggen, iets gelezen... van een dagboek of zoiets van een missionaire verzendeling, die in die tweestrijd zat, die eigenlijk vond van zijn geloof, moest ik alles vernietigen, maar ik werd toch geraakt. Nee, dat zat weinig... ik weet wel, dat ze hebben in België daar heel veel onderzoek in gedaan, met al die paters die in Congo gezeten hebben. Oh, en daar is ook net in het Belgische Tropenmuseum in Tervuren, zo zal ik het maar even noemen, is er ook net een tentoonstelling over geweest. En in die dagboeken kom je die dilemma's ook wel tegen. Dat zegt van ja, maar heel vaak wordt het ook verzwegen eigenlijk. Hè. Dan ik kan me voorstellen dat ze hebben het er gewoon liever maar niet over. Zit, want die voelt zich door de Satan verleid misschien dat hij het mooi gaat vinden. Ja, dat is zeker zo. Maar heel veel van die kleine, bijvoorbeeld het Afrika Museum in Bergendal, in Kadir en Keer, die drijven op dat soort dingen die meegenomen zijn in Nederland in de tijd, missie musea. En wat je ook wel ziet, wat je ook bij museumconservatoren ziet, dat die hebben dus ook wel dat een soort moreel bewustzijn van dit of dat mag niet. Ik mag bijvoorbeeld geen cultureel erfgoed uit het land meepikken. En tegelijkertijd hebben ze ook een soort jager in zichzelf die zegt, ik wil het zo graag hebben. Ja, ja, en ik weet wel, ik was ooit... Toen had de douane in Rotterdam een vondst gedaan van cultureel erfgoed uit Ghana. Mm-hmm. Wat de Nederlandse antiquaire had dat meegenomen. Dat had helemaal Ghana niet uitgemogen. En er was een expert bij die moest zeggen van, is dit nou cultureel erfgoed of niet? En die zag het en die zei meteen van, ja, dit is zo duidelijk als wat. Dit had niet weggemogen uit Ghana. Ja, ja. En tegelijkertijd zei hij van, wat had ik het graag zelf willen hebben. Ja, 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 maar hij liet ja, het wel liggen, hoor. Ja, ja. Dus dat dilemma, daar zit je natuurlijk heel makkelijk mee. Een enorme verleiding, hè? Hoe ben je daar eigenlijk toe gekomen? Want ik zei in de inleiding, derde wereldactivist en journalist, en ik ken je al, misschien 25 jaar terug al, was je een derde wereldactivist, tegen de honger, voor de bevrijdingsbeweging, et cetera. Wanneer is dat keerpunt gekomen dat je zei van, ik vind dit zo belangrijk,
daar ga ik me eigenlijk op toespitsen. Ja. Nou, dat keerpunt dat was zo'n beetje rond 91, rond begin jaren 90. Mm. Toen reisde ik in West-Afrika. Maar daarvoor had ik had altijd al een heel grote belangstelling voor cultuurgoed. Ja, want je hebt altijd enorm veel gereisd, hè? Ja. Ja, ja, ja. Toen ik naar Bangladesh ging, zo in Zuid-Azië, Thailand. Ja, ik vond dat fantastisch. Weet je? Als je in Iran kwam, in Isfahan. En je zit daar op het plein voor de grote moskee. En je ziet dan dat prachtige blauwe tegelwerk en zo. Mm. Of je zit naar de tempels in Zuid-India te kijken. Met van die olifanten onderop. Een hele rij olifanten die hele tempels schragen. En dan andere dieren en goden en godinnen erbovenop. Ja. Of maar dat was altijd de boeddhistische tempels. Ja. Maar in 91 was ik in Mali. En daar kwam ik in het Nationaal Museum in Bamako, in de hoofdstad. Dat is een fantastisch leuk museum. Heel mooi. Daar kun je zo jaloers op zijn. En daar was een directeur. En die was daar eigenlijk gigantisch mee bezig. Die zei van, wij in Mali, we hebben een rijke geschiedenis. Wij verliezen heel veel. Gewoon misschien dat al driekwart van wat we hebben al weg is. Naar Noord-Amerika, naar West-Europa. En we proberen daartegen in te gaan. En dat gaat heel, heel moeizaam. En aan de ene kant was ik dus onder de indruk van het cultuurschoon wat ze hadden. En ook het verdriet daarover. En tegelijkertijd dacht ik, ja, maar ze zijn wel hier echt bezig om het tegen te gaan. En toen, vanaf dat moment ben ik ook in andere landen, in Ethiopië, in Nigeria zelfs, wat een heel slechte naam heeft, gaan kijken van, waar zijn nou eigenlijk de mensen die hun eigen cultureel erfgoed willen beschermen? En die zijn er veel meer dan wie dan ook weet. Ik bedoel, in Cambodja bijvoorbeeld. Hè, dus je bent duidelijk gaan zoeken naar de positieve krachten. Ja. De algemene idee van iedereen is corrupt. Dat heb jij. Oh, kijk, ik kijk naar de tierenvaardigen. Dat is niet waar. Ja, en ik weet al bijvoorbeeld in Thailand. Daar was het 5 jaar geleden, zag het daar nog heel slecht uit met corruptie en zo. Ook rond cultuurgoederen. En nu zie je daar gewoon een kentering in komen. En zie je bijvoorbeeld dat Thailand, die heeft een aantal smokkelaars gearresteerd. Mm-hmm. Die cultuurgoederen uit Cambodja hadden gehaald. En die zijn teruggegaan naar Cambodja. In Cambodja, wat ook echt, als je het over armoede wil hebben, hè, dan is Cambodja een voorbeeld. Hè? En een rampenland. De Rode Khmer zelf vernield. Ja. En, maar wat zie je nou? Cambodja heeft van de paar centen die ze hebben, hebben ze 500 man politie opgeleid, specifiek voor hun tempelcomplexen. Ja. Dus er gebeuren overal en ergens gebeuren kleine dingen. Wat me in Mali opviel was, vroeger werd er iedereen, of heel veel mensen waren betrokken bij cultuur of uit dat land. Hè? En eigenlijk iedereen deed een beetje zijn ogen dicht zo. Nou, nu kom je al meer, als je echt hele bijzondere stukken het land uitsmokkelt, kom je toch een beetje in de criminele hoek. Ja, ja. Het is not done anymore, zou je kunnen zeggen. Van het begint een beetje in de verdachte hoek te raken. Terwijl vroeger deed iedereen, nou, daar letten we niet op, weet je, dat doen we gewoon zo, laat maar gebeuren. Ja, en dat zie je zelfs in Nigeria. Er is nu pas een commissie uit Nigeria in Nederland geweest, want er liggen een aantal belangrijke beelden uit Nigeria bij de politie opgeslagen momenteel, om te kijken hoe ze die beelden terug kunnen krijgen. Mm-hmm. En natuurlijk zijn er in Nigeria ook grote problemen met corruptie en mensen die geen verantwoordelijkheid nemen, die eraan willen verdienen. Ja, want dat wil ik even op ingaan. ik heb jou gezien in een programma Rondom 10 heette dat, geloof ik. Hè? Ja. En ik heb daar dus ook wel discussies van in de kranten gelezen. En het argument van dus de verzamelaars en de galeriehouders en de handelaren is dus van, ja, god, die Jos van Beuren, dat is eigenlijk maar een politiek correcte, naïeve idealist. Want je kan natuurlijk wel braaf zeggen, dit is een mooi beeld en ik breng het naar een ambtenaar en het mag dus niet uitgevoerd worden. Maar dan zie je 3 weken later dat het op een veiling in Londen voor een gigantische bedragen verkocht wordt. Nou nee, dat is de, kijk, op de eerste plaats, dat is niet waar. Er zijn een aantal gevallen bekend. Waar? Het is wel ooit waar, maar er zijn dus een aantal gevallen waarin duidelijk is dat bijvoorbeeld nokbeelden uit Nigeria, die werden dan terug in ontvangst genomen door de regering, dat die een aantal maanden later op een veiling in New York verschenen. Mm. Dat is historisch juist. Ja, ja. Maar tegelijkertijd, je kan dus niet zeggen, een beeld wat je teruggeeft, dat kun je even later weer gewoon op de zwarte markt kopen. Dat is een generalisatie die absoluut niet opgaat. Dus jij zegt, dat mag wel eens waar zijn. Er zijn gevallen waarin dat gebeurt. En het is ook zeer vervelend dat het gebeurt. En ik ben er ook absoluut op tegen. En dat betekent dus ook dat als je een beeld teruggeeft, dan moet je dus ook kijken of het goed terechtkomt. Ja, ja. Je moet ook niet zomaar een beeld gaan teruggeven van bij de ambassade aanbellen. Maar ik weet bijvoorbeeld die vondst in de tijd in de Rotterdamse haven uit Ghana. Nou, toen wisten we dat de Ghanese ambassadeur in Brussel, Alex Abankwa, die was zeer betrokken bij het behoud van het cultureel erfgoed van zijn land. Dus dan ga je naar zo iemand toe. Ja. En bijvoorbeeld in 1995, toen was ik betrokken bij de vondst van 2 hemelnimfen uit het Angkor Wat tempelcomplex in Cambodja, werelderfgoed. Ja. En toen kostte het heel veel tijd om de juiste personen te vinden. Want het was namelijk in Bangkok gekocht, dus je moest eerst naar Thailand toe. En in Thailand hadden heel veel mensen zelf boter op hun hoofd. Ja, ja. Dus je moest eerst op het Thaise ministerie van cultuur gaan zoeken van met wie kan ik nou daar echt goed zaken over doen. Maar neem nou bijvoorbeeld
Afghanistan, hè, dat vind ik dan een voorbeeld van, nou, afgezien van roof, maar ze maken gewoon de beelden die er zijn, maken ze uit een soort fanatisme, van fanatiek islamisme, maken ze kapot. Als je daar nou een aantal beelden te koop aangeboden krijgt of vindt, en je zou jouw motivatie hebben van dat moet bewaard blijven, dan zou je toch wel gek zijn als je dan die Taliban gaat geven? Ja, nee, dat zou ik ook nooit doen. Nee, en toch niet. Nee, en dat, wat dat betreft is het heel goed dat je over Afghanistan gebeurt. Want wat is er gebeurd? Er zijn een aantal mensen in Afghanistan, Afghanen zelf. Die hebben een deel van het cultureel erfgoed, met name van het Nationaal Museum in Kabul, hebben ze het land uitgesmokkeld. Dat staat nu tentoongesteld in Zwitserland, in een klein museum in een of ander dorp. En dat museum heeft een overeenkomst gesloten met de UNESCO, dus de culturele afdeling van de Verenigde Naties, waarin ze zeggen, nou, zodra het zijn op groen gaat in Afghanistan, gaat dat weer terug. Ja, dus je kan zeggen, in het geval van Afghanistan kun je zeggen, het is een soort inbreuk op de soevereiniteit van het land. En die inbreuk is gerechtvaardigd, alleen moet je dan iets als de VN erbij hebben die zegt, doe dat maar. Maar ja, kijk, als ik gewoon een individu tegenkom en die zegt, ik heb een heel oud beeld uit Thailand meegenomen, want ik bewaar het beter dan zij, dan is dat gewoon een fake dus argument. Iedereen die je nu ontmoet en die een beeld heeft uit Taliban, of uit Afghanistan. En die rechtvaardigt dat door te zeggen, ja, maar die Taliban die maakt er helemaal een potje van. Ja. Die kan jij dus het, die zou ik zeggen, ga dat maar het museum geven. Als ja, je precies. Nou toch echt, als je dat nou toch echt ter harte gaat, ga dan naar het museum in Zwitserland. Ja. Gegarandeerd, het wordt bewaard tot de vrede daar weer is. Ja. En ze die beelden ongemoeid gelaten worden. Ja, precies. Ja, nou, dat is al aardig wat, ja. Nou, op het eind van het boek geef je aan wat voor internationale verdragen er zijn op dat gebied, hè. En dat is ook al heel aarzelend en heel moeizaam. En god jee, toen ik dat las, dacht ik, vechten tegen de bierkaai, hoor. Want hele verdragen die al heel gematigd zijn. Ja. Die worden dan voor 80% helemaal niet onderhouden. Ja. Wat moet je nou? Ja, nou, dat is natuurlijk gewoon een probleem. En kunstroof, dat gaat natuurlijk niet de wereld uit. Dat kun je wel schudden. Je kunt alleen wel proberen om het gewoon wat terug te dringen. En wat ik net al zei, zoals in Mali, daar komt het al iets meer in de criminele hoek. Denk ik, nou, fantastisch. Ja. Dat museum in Zwitserland met die spullen uit Afghanistan, fantastisch, denk ik. Die 500 man politie, cultuurpolitie in Cambodja, uitstekend. En zo zijn er dus nog veel meer voorbeelden in veel meer landen. Jij blijft er gewoon jouw actie doen. Dit heeft jouw hart gestolen, je gaat weer door. Ja, absoluut, want ik heb zoiets van, nou, bijvoorbeeld een dingetje cultureel erfgoed uit Nederland, het stokje van Oldenbarneveld. Ja, ja. Nou, er zal iemand uit heel ver hier vandaan, die zal zeggen, wat is dat voor rotstokkie? Nou, heb je niks mee? Het is ook niet mooi, maar het moet wel hier blijven. Ja, want het is gewoon iets van ons. Ja, en het, voor ons heeft het een betekenis en voor een ander niet. En je kan dus zeggen van ook zoals die Boeddha-beelden uit Afghanistan beelden uit Cambodja en zo. Dat hoort gewoon toch een beetje bij het hart en de ziel van die mensen. Ja, daar zou ik dat niet meteen omhuilen. Maar zeggen, Beyond, de originele geschriften van Multatuli, die horen bijvoorbeeld. Nee, maar dat Stokske ook. Ik heb zoiets van Oldenbarneveld, is een belangrijke figuur in onze geschiedenis. Ja. En het is toch fantastisch dat we zijn stokje nog hebben. En bijvoorbeeld Limburgse mijnwerkerslampen. Dan zegt een ander van gooi ze maar op de schoothoop. Ja. En wij zeggen, nee, dat moet je bewaren. Want dat zegt iets over de geschiedenis van ons land. Ja. Zeg, Jos van Beuren, heel hartelijk dank voor je komst in de studio. Het boek heet Goden, Graven en Grenzen over kunstroof uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En het is uitgegeven door het Tropen Instituut. Ja. Hoeveel kost het eigenlijk? €29,50. Oh, dat is voor niks tegenwoordig. Ja. Heel mooi boekje, heel overzichtelijk. Nou, ik weet niet of ik je daarmee beledig, maar niet wetenschappelijk in ieder geval. Iedereen kan het lezen. Het is populair wetenschappelijk. Populair wetenschappelijk. Het is wel verantwoord, ja. Dus iedereen die het hart op de goede plaats heeft en toch ook vindt dat dit soort beschavingen hun bewijzen ter plekke moeten houden, lees dat boek en doe een beetje mee met Jos. Ja? Oké. Bedankt. Graag gedaan.